alle Europese landen houden dit systeem aan. Niveau 1 is vroegtijdige waarschuwing, niveau 2 alarm en niveau 3 de noodsituatie. Elk volgend niveau vraagt om zwaardere maatregelen om de leveringszekerheid te kunnen garanderen. En het kabinet heeft besloten om het eerste niveau van gascrisis in Nederland af te kondigen, de vroegtijdige waarschuwing. Al sinds vorig jaar monitort mijn ministerie samen met GasUnie dagelijks de Nederlandse gasmarkt. En omdat we deze fase nu formeel activeren, moeten partijen die actief zijn op de Nederlandse gasmarkt elke dag meer gedetailleerde informatie beschikbaar stellen. En dat stelt ons in staat om de situatie nog zorgvuldiger te monitoren en nog sneller te kunnen ingrijpen als de situatie daarom vraagt. Naast het activeren van het bescherm- en herstelplan gas heeft het kabinet besloten om per direct een aantal maatregelen te nemen om de leveringszekerheid te verbeteren. En ik zeg daarbij gelijk, dat zijn deels maatregelen waar we in minder uitzonderlijke tijden absoluut niet aan zouden beginnen. Op dit moment is het risico van niets doen echter te groot geworden. En daarom grijpen we in om het risico van mogelijk acute gastekorten zo klein mogelijk te maken. Om te beginnen wil ik hierbij namens het kabinet nogmaals de dringende oproep doen aan burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties om zoveel mogelijk energie te besparen. Omdat elke kuub gas telt. En het klinkt met dit weer misschien vreemd, omdat de meeste mensen bij energiebesparen vooral denken aan het verlagen van de thermostaat in de winter. Maar ook in de zomer kun je veel energie besparen. De energiebesparingscampagne Zet ook de knop om gaat binnenkort verder met nieuwe besparingsadviezen voor bedrijven en huishoudens die zijn gericht op de zomer. Denk bijvoorbeeld aan het advies aan bedrijven om de klimaatinstallatie extra goed in te stellen en de airco minder snel aan te zetten. En voor mensen thuis blijven adviezen als korte douchen uiteraard gelden. Maar voor bedrijven en huishoudens geldt ook nu meer isoleren betekent minder gasverbruik in de winter. We werken daarnaast verder aan de aanscherping van de energiebesparingsplicht voor bedrijven. En ook de handhaving van deze wettelijke plicht krijgt meer capaciteit. We willen daarnaast ook komen tot een nationaal doel voor energiebesparing. Ik kom bij de volgende maatregel om gasverbruik te verminderen. Het kabinet heeft besloten om per direct de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat kolencentrales weer op vol vermogen mogen draaien in plaats van het maximum van 35%. En door de beperking nu op te heffen is minder gas nodig voor de productie van elektriciteit in onze gascentrales en verlagen we de vraag naar gas op een steeds krapper wordende Europese gasmarkt. En hoewel het gas dat hiermee vrijkomt niet één op één voor de gasopslagen gereserveerd kan worden, kan dit het vullen van de bergingen wel makkelijker maken. Zeker ook omdat andere landen vergelijkbare maatregelen nemen. En dit besluit heeft uiteraard gevolgen voor de CO2-uitstoot in Nederland, die hierdoor bij de kolencentrales zal toenemen. En daarom zal het intrekken van de productiebeperking gepaard gaan met andere maatregelen om gas- en CO2-besparingen te realiseren, zowel op de korte als middellange termijn. Voor de korte termijn tref ik voorbereidingen voor een tijdelijke gasbesparingstender. Het idee is dat grote gasverbruikers een voorstel kunnen indienen om tegen een vergoeding hun gasverbruik te verminderen. En ik verwacht dat het kabinet hierover voor het eind van de zomer een besluit kan nemen. Daarnaast kom ik voor Prinsjesdag met aanvullende maatregelen om in de periode van nu tot 2030 extra CO2-besparing te realiseren. Met deze maatregelen vloeit er minder geld naar de oorlogskas van Poetin en verder besparen we met het opheffen van de productiebeperking een deel van het geld dat de kolencentrales hebben aangevraagd voor compensatie van die productiebeperking. En het aangevraagde bedrag liep op tot circa 1,9 miljard euro. Zo bereiden we ons niet alleen voor op komende winter, maar houden we ook zicht op het halen van onze klimaatdoelstellingen. Ik breng daarnaast aanvullend op de besluitvorming voor Prinsjesdag in kaart welke extra aanscherpingen op het klimaatbeleid nog denkbaar zijn. Daarbij maak ik gebruik van de klimaat- en energieverkenning van het Planbureau voor Leefomgeving die dit najaar verschijnt. Met de aankondiging van vandaag gaan we een nieuwe fase in. Maar ook al eerder aangekondigde maatregelen voor leveringszekerheid, zoals de aanvoer van vloeibaar gas uit andere delen van de wereld en het vullen van de gasopslagen, blijven uiteraard van kracht. Ik ga me vanwege de uitzonderlijke situatie op de Europese gasmarkt ervoor inspannen om de Nederlandse gasopslagen
nog verder te vullen, boven de Europese streefdoelen. Met het activeren van het beschermen en herstelplan gas, de extra inzet op energiebesparing en het intrekken van de productiebeperking voor kolencentrales zetten we belangrijke stappen voor leveringszekerheid. Daarbij ben ik hier ook schouder aan schouder met de staatssecretaris voor Mijnbouw. Want met al deze maatregelen in het verschiet blijft het stoppen met gaswinning in Groningen een belangrijk doel van dit kabinet. Het belang van de veiligheid van Groningers en van het herstel van vertrouwen in de overheid zorgen dat we meer gas uit Groningen echt alleen als allerlaatste redmiddel zullen inzetten. En hoe dat scenario er in detail verder uitziet en wat er nodig is om definitief te stoppen met de Groningse gaswinning, geef ik nu het woord aan staatssecretaris Velbrief. Dankjewel. Goedemiddag. We doen wat we kunnen om te zorgen dat er in de komende winter voldoende gas is. En dat vind ik gezien de geopolitieke situatie zeer verstandig. Tegelijkertijd probeer ik de gaswinning in Groningen zo laag mogelijk te houden. Dat betekent een paar dingen. Dat betekent ten eerste dat ik de gaswinning dit jaar handhaaf, zoals eerder voorspeld en gezegd, op 4,5 miljard kuub. Het gasjaar loopt tot 1 oktober. En dat doe ik ondanks problemen bij de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek. En dit niveau kan dus blijven zoals aangekondigd. Ten tweede bereiken we het komende gasjaar een kantelpunt. Het Groningenveld gaat op de waakvlam. Dat betekent dat er niet meer wordt gewonnen dan strikt nodig is om de putten open te houden. De geopolitieke situatie heeft me er wel toe gebracht om alle 11 productielocaties in Groningen open te houden, op de waakvlam. Dat betekent dat het gasveld in Groningen kan sluiten in 2023 of ten laatste in 2024. Ik doe dit alles, ik zeg het nog eens met nadruk, omdat het Groningenveld niet veilig gebruikt kan worden. Daar voel ik mij in gesteund door de uitspraken van de inspecteur op het toezicht van de mijnen, de heer Kokkekorn. Hij is heel duidelijk. Gaswinningen in Groningen kan niet veilig. Pas wanneer een dermate groot gastekort zou ontstaan dat de veiligheid van mensen in het geding is, omdat we bijvoorbeeld geen gas meer hebben om ziekenhuizen te verwarmen, te koken of dieselolie te maken, dan pas komt de inzet van het Groningenveld ter discussie. Ik herhaal, het is mijn bedoeling het Groningen gasveld in 2023 of 2024 te sluiten. Dank voor uw aandacht. Dankjewel. Dan beginnen we met NOS en dan daarna RTL. Ja, ik ben nu minister voor Klimaat en Energie. En het is mijn verantwoordelijkheid om op korte termijn de leveringszekerheid van energie in Nederland te waarborgen. En dan moet je in zo'n acute situatie met een oorlog in Europa maatregelen nemen die je eerder niet voor mogelijk hield. Tegelijkertijd neem ik ook maatregelen voor de lange termijn, zodat we de klimaatdoelen van 2030 niet uit het oog verliezen. We hebben dit jaar al enorme besparingen getroffen op het gebruik van energie in Nederland. Natuurlijk deels vanwege de hoge energieprijzen. Maar dat leidt er wel toe dat we in dit jaar de CO2-doelen waarschijnlijk gaan halen. En de extra maatregelen die ik met Prinsjesdag zal aankondigen, zullen ervoor zorgen dat we in 2023 echt ook op het pad blijven richting tenminste 55% reductie in 2030. Voor deze komende maanden met echt zwaar afgeknepen buurlanden is gasgestookte energieproductie echt eigenlijk zonde, omdat we al dat gas nodig hebben om de bergingen in Europa te vullen. Nogmaals, in Nederland zijn we redelijk goed op weg om onze gasopslagen ook tijdig gevuld te krijgen. Maar ik zie in de buurlanden dat het echt steeds moeilijker wordt en daarom wil ik die Europese gasmarkt nu verlichten. En voor meneer Veilbrief, de producties blijven op een waakvlam staan. Dan denken ze in Groningen, ja, de achterdeur staat open. Staat op een kier, het kan straks alsnog. Ja, dat klopt ook, ze staan op een waakvlam, dus dat kan inderdaad alsnog. Want anders zouden we de putten definitief moeten sluiten. Maar definitief betekent ook echt definitief. Betekent dat je ze niet meer kunt gebruiken en opnieuw zou moeten openboren. En de Groningers hebben er begrip voor, denk ik, dat we in deze situatie ze op de waakvlam zetten voor die ultieme noodsituatie die ik net beschreef. Ja, en die ultieme noodsituatie, maar dat kan toch ook zijn dat gewoon onze buren aankloppen. Wij hebben toch extra gas nodig, terwijl Nederland misschien de zaakjes op orde heeft. Als ze dat in Duitsland niet hebben, moeten we extra leveren. Maar dan zitten die buren in die ultieme noodsituatie. Ook die buren moeten het gasplan wat wij gaan afkondigen ook aflopen. En dat betekent dat als zij een beroep willen doen op Gronings gas, dat ze ook alles moeten hebben gedaan daarvoor om dat te vermijden. Okay.
In Nederland is er op dit moment geen sprake van een tekort. Dus mensen thuis, maar ook bedrijven, hoeven zich geen zorgen te maken dat we in de komende weken of maanden te weinig gas hebben in Nederland. We lopen als Nederland ook voorop in het realiseren van extra import van vloeibaar gas. Dat helpt ook voor de leveringszekerheid. Maar op dit moment is de toevoer vanuit Rusland naar Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk echt met tientallen procenten afgenomen. En daardoor wordt het voor die landen echt heel ingewikkeld om hun gasopslagen gevuld te krijgen. Hoe snel kan dat voor Nederland dan veranderen? Nou, we houden echt continu de vinger aan de pols. Dus ook veel overleg met de buurlanden, met name met Duitsland. We zien dat zij nu ook noodmaatregelen natuurlijk hebben afgekondigd om ook in Duitsland het gasverbruik fors te verlagen. En ik verwacht ook de komende dagen dat andere Europese landen dat voorbeeld nog gaan volgen. En door zo collectief de druk op de gasmarkt te verlagen, hopen we toch in heel Europa de vullingspercentages te halen voor het start van de winter. Begrijp ik het nu goed dat de gascentrales op een laag pitje gaan draaien nu en de kolencentrales op volle kracht? Nou, doordat we nu de productiebeperking op kolen opheffen en de gasprijs zeer hoog is, is het te verwachten dat de kolencentrales een deel van de productie weer gaan overnemen van de gascentrales. En daarmee dus ook echt gas daar wordt bespaard. Tegelijkertijd zien we ook dat op dit moment wind en zon een heel groot deel van onze elektriciteit produceren. Dus het is nog niet te zeggen voor hoeveel meer de kolencentrales gaan draaien. Okay. Die veilbrief, wanneer gaat het Groningenveld wel lopen? Wanneer gaat u wel extra produceren dan? Ik geloof dat ik uw vraag niet begrijp of het is een hele intelligente vraag. Dan ga ik hem op die manier. Nou ja, stel dat u had het alleen in een ernstige noodsituatie. Wanneer is sprake van een ernstige noodsituatie? Waar ligt dan de grens? De grens ligt bij het punt van de veiligheid. Dus omdat er in Groningen sprake is van een veiligheidsrisico voor mensen, waarbij ook doden vallen, niet door de aardbevingen direct, maar wel als gevolg van alle stress die dat veroorzaakt, wil het kabinet eigenlijk alleen veiligheid afwegen tegen andere veiligheid. Dat heb ik u net genoemd. Als bijvoorbeeld wij in de winter in een situatie zouden komen dat we onze ziekenhuizen niet kunnen verwarmen, of dat we geen gas meer hebben om dieselolie te maken, en dieselolie is nogal cruciaal voor sommige bedrijfstakken, dan kun je in een situatie komen waarin je Groningen zou moeten afwegen tegen dat andere gevaar. Alleen dan. Niet als er bij de Nederlandse huishoudens niet meer voldoende gas komt. Zeker. Dat is een tweede optie, die noemde ik net ook. Als mensen niet meer kunnen koken of niet kunnen verwarmen, zou je dat ook toch een veiligheidssituatie kunnen noemen. Stel dat we 10 graden vorst hebben, dus dan kun je ook in zo'n situatie komen. Maar alleen in die situatie, daarvoor zijn er dus al een heleboel andere dingen gedaan. En dat heeft minister Jette net toegelicht. Hoe groot is de kans dat dat toch gebeurt? Ja, ik ben geen waarzegger en geen voetbalanalist, dus dat ga ik allemaal niet zeggen. Ik heb geen idee. Mijn inzet is, maar dat weet u ook, u vraagt me dit vaker en dan zegt het steeds hetzelfde. Mijn inzet is zo snel mogelijk sluiten, 2023 of 2024. Meneer Jetten, er wordt gesproken over Groningen niet opengooien omdat er gezondheidsrisico's zijn. Mensen die lijden er ook fysiek onder. Hoe zit dat met mensen die om een kolencentrale heen wonen? Ja, kolencentrales hebben natuurlijk allerlei soorten uitstoot, CO2, fijnstof, noem het maar op. Daar zijn ook hele scherpe vergunningen voor afgegeven. Het is denk ik niet te vergelijken met de echt fysieke onveiligheid en gezondheidsklachten die daarbij bij Groningen komen kijken. En dat heeft bij Groningen natuurlijk ook te maken met het feit dat zij jarenlang een overheid hebben gehad die niet naast hen stond, maar tegenover hen stond. En dat heeft dit kabinet echt qua koers veranderd. Dus dat de kolencentrales op volle krachten weer gaan draaien, heeft geen direct effect op de gezondheid van mensen die daar in de buurt wonen? Nee, het grootste effect van die kolencentrales is echt meer CO2-uitstoot. Daarom vind ik het ook belangrijk dat we meer kolenproductie meteen gepaard laten gaan met extra klimaatmaatregelen, zodat we die extra uitstoot ook weer inlopen. U zegt de barrière wordt opgeheven, ze mogen weer op volle kracht gaan draaien. Kan dat ook? Hebben ze de capaciteit om dat weer te gaan doen? Ja, mijn aankondiging dat die productiebeperkingen afgaat, die geldt vanaf nu. Er zal niet meer worden gehandhaafd. Dat betekent dat de bedrijven zich nu kunnen voorbereiden op meer productie. Dat betekent meer kolen-inkoop, maar ook met het personeel zorgen dat je ook je centrale voldoende bemand hebt. Dat zal enkele weken duren voordat ze weer volle productie kunnen draaien. Maar het voordeel is dat we nu in deze zomerperiode allerlei andere energiebronnen hebben, zoals wind en zon, waardoor die opstartperiode van die kolen ook te overzien is. En binnenkort komt dan het wetsvoorstel om die productiebeperking ook feitelijk in te trekken. Maar ze hebben aangegeven aan u dat dat kan lukken, ook qua personeel bijvoorbeeld. Ja. Even AD en NRC.
Meneer Jetten, wordt energie nu goedkoper? Gaan mensen dit merken? Nee, dat durf ik absoluut niet te beloven. We zien de afgelopen week weer zo'n grillige internationale energiemarkt. Hè. Een Russische hand op de kraan die dicht gaat, betekent meteen vele tientallen euro's stijging op de internationale gasmarkt. Dus ik verwacht de komende tijd nog steeds hoge prijzen. En dat is ook een van de redenen waarom het kabinet nog kijkt of dat we extra maatregelen kunnen treffen voor kwetsbare huishoudens. Het is niet dat kolenstroom opeens goedkoper is dan wanneer er gas bij zit. Nou, mijn verwachting is wel dat kolenproductie nu goedkoper is dan productie door gasgestookte centrales. Maar de belangrijkste reden waarom we dit nu doen is om te voorkomen dat we überhaupt dat gas verbruiken voor elektriciteitsproductie. Dat gas naar de gasopslag kan. Zijn er wel zoveel kolen beschikbaar om dit te doen? Iedereen is op zoek naar kolen. Is er genoeg? In de tweede week van augustus gaat het Europese sanctiepakket in dat bedrijven verbiedt om kolen uit Rusland te importeren. Maar kolen is een grote internationale markt. Landen als Canada, Colombia, Australië zijn goed in staat om de wegvallende Russische export op te vangen. Hoeveel gas gaan we hiermee besparen? Het mogelijk maken dat de kolencentrales meer produceren, kan jaarlijks 2 miljard kubieke meter gas besparen bij de gasgestookte centrales. En daarmee ook echt een aanzienlijke bijdrage leveren aan verlichting op de gasmarkt en het vullen van de gasopslagen. Nu kregen die centrales ook geld om minder kolen te gebruiken. Hè? Nu mogen ze weer vol produceren. Betekent dat ook dat ze dat geld kwijt zijn? De afgelopen maanden hebben de kolencentrales al met die beperkte productie te maken gehad. Daarvoor is in de wet een compensatie afgesproken. Maar voor de gehele periode, dit was een tijdelijke productiebeperking, die zou 3 jaar gelden, hebben deze bedrijven 1,9 miljard aan compensatie aangevraagd. Omdat de productiebeperking per vandaag niet meer wordt gehandhaafd, stopt ook de compensatie. En dat scheelt dus ook een aanzienlijke tegemoetkoming die ik anders aan die kolencentrales had moeten betalen. En dat geld zet ik nu liever in voor verstandige klimaatmaatregelen die ook structureel tot minder CO2-uitstoot leiden. Maar dan heb je het dus al snel over 1,5 miljard, misschien wel meer. U zet het liever in voor klimaatmaatregelen, maar u zou misschien ook wat kunnen doen om de mensen te helpen om hun energierekening wat te drukken? Ja, we gaan bij Prinsjesdag kijken welke aanvullende maatregelen we kunnen nemen voor kwetsbare huishoudens die nu echt fors worden geraakt door die hoge energierekening. En het geld dat nu voor de compensatie voor kolencentrales was bedoeld, komt uit de pot geld die bedoeld is voor klimaatmaatregelen. Dus ik wil die ook daar weer voor inzetten. Die gaat niet naar lastenverlichting? Nee, maar we kijken daarnaast in een apart traject naar de koopkracht. Dank. Ja, want u heeft dan een meevaller bij dat geld wat u anders aan de kolencentrales had moeten geven. Maar u heeft subsidie voor het vullen van die gasvoorraden al uitgeloofd. En u kondigt nu aan dat uw bedrijf gaat vergoeden die minder gas gaan verbruiken. Wat is uw totale raming voor de kosten van wat u dit jaar moet doen in reactie op de crisis? Ja, deze oorlog en die Russische agressie doet ons ook pijn, kost ons ook geld. Dat zien we natuurlijk vooral in energieprijzen, inflatie en de koopkracht. Wij hebben als kabinet onlangs besloten om een aanzienlijk bedrag te reserveren voor het vullen van Bergenmeer, de grootste hooggalorische gasopslag in Noordwest-Europa. We hebben nu 2 zeer succesvolle tenders daarvan gehad en zijn met EBN, een staatsdeelneming, in gesprek om het resterende deel van die gasopslag te vullen. En we hopen binnen enkele weken u te kunnen informeren over welke kosten we uiteindelijk moeten maken om Bergenmeer gevuld te krijgen. Ik kan er helaas nu nog geen bedragen noemen, maar we zijn zeer tevreden over hoe de tender is verlopen, laat ik er dat over zeggen. De gasbesparingstender die ik zojuist heb aangekondigd, is ook bedoeld om bedrijven te helpen op een verstandige manier hun gasverbruik te verminderen. Als stel dat we in een verdere crisissituatie terechtkomen, is een van de mogelijkheden om bedrijven verplicht af te sluiten. En dat kan grote maatschappelijke effecten hebben, zeker als dat langer duurt. Dus we kiezen er nu met deze tender voor om bedrijven niet af te sluiten, maar om ze te helpen om versneld eigenlijk te verduurzamen. Zodat we ook de maatschappelijke impact daarvan zo klein mogelijk houden. Dus ik denk dat onder de streep dat uiteindelijk de samenleving juist oplevert in plaats van dat het kost. Maar wat kost het nu? Wat is het bedrag? Nou ja, ik ga binnenkort besluiten hoeveel van de compensatie ik nog wel uitbetaal aan de kolencentrales. Ik zal dan met de minister van Financiën kijken hoeveel geld we dus over hebben gehouden en hoe we dat verstandig kunnen inzetten. Zoals u weet hecht de minister van Financiën erg ook aan integrale besluitvorming bij Prinsjesdag, dus dan hoort u daar meer over.
Maar u zei eerder in maart, hè, toen u ook samen allerlei maatregelen aankondigde, het kan wel 6 tot 7 miljard euro kosten, die ja, het vullen van de gas. Subsidie. Ja. Dat was toen de inschatting. En ik kan u dus nogmaals zeggen dat de 2 tenders die we hebben gehad succesvol zijn verlopen en ik niet meer aan dit soort bedragen denk. Maar het gaat om miljarden. Ik kan alles helaas. Ik zou u heel graag nu daar meer over vertellen, maar vertrouw mij alsjeblieft op het punt dat het. Voor hoeveel procent zijn die gasvoorraden nu gevuld? Wij lopen bij de opslagen die gekoppeld zijn aan het Groningen veld, zitten we nu uit mijn hoofd op 54-55%. En de opslag in Bergenmeer zit nu op ongeveer 47%. Dat is aanzienlijk meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En we doen er alles aan om elke dag de maximale vulcapaciteit te benutten. Daar zitten natuurlijk fysieke beperkingen aan wat die leidingen aankunnen. Maar we proberen het in het hoogste tempo te doen. U kondigt vandaag de eerste fase van die gascrisis af. Er zijn er echt best wel veel mensen, ook in de Tweede Kamer, ook van uw coalitiepartijen, die al zeggen dat had veel eerder gekund. Ja, bent u niet heel laat hiermee? Nou, tot nu toe was het echt niet nodig, omdat de situatie in Nederland ook nu nog niet dreigend is. Wat echt is veranderd afgelopen week is 40-60% minder gasleveringen aan landen als Duitsland, Italië en Oostenrijk. En daarmee heeft Rusland zonder enige reden echt laten zien een onbetrouwbare gasleverancier te zijn. Wat we eerder natuurlijk preventief al hebben aangekondigd is de subsidieregeling voor Bergenmeer, maar ook uitbreiding van de import van vloeibaar gas. En Nederland is voor deze winter als enige land dadelijk klaar met de uitbreiding van die extra importcapaciteit. Met dank aan het goede werk van GasUnie. Dus we hebben de afgelopen maanden al veel werk verricht. En je ziet ook dat huishoudens en bedrijven al zo'n 33% minder gas hebben verbruikt. Dus er is veel gebeurd al de afgelopen 5 maanden. Maar met name de ontwikkelingen in Duitsland zijn voor mij nu aanleiding om toch fase 1 af te kondigen. Laatste vraag, hoe zwaar valt het u om die kolencentrales weer aan te zetten? Want we herinneren allemaal de foto van u blij bij een gesloten kolencentrale. Nou ja, nog steeds geldt dat per 2030 kolenproductie in Nederland helemaal verboden is. En ik vind dat ik nu ook echt in een situatie van oorlog als minister van Energie moet zorgen voor die leveringszekerheid. Maar ik zal er ook als minister voor Klimaat voor zorgen dat we dus dit jaar aanvullende maatregelen treffen om het halen van die klimaatdoelen niet uit het oog te verliezen. Dat ben ik ook verplicht aan alle toekomstige generaties die die schone aarde doorgegeven willen krijgen. Volkskrant en dan ANP. Ja, nog heel even over die deal die er was met die 1,9 miljard met de kolencentrales. Dat was voor hun een deal die best goed uitpakte vanwege die eikdatum eind vorig jaar. Zijn zij akkoord met het opschorten van die regeling? En, of vragen zij nu financiële compensatie? Loopt u daar nog een risico? Nou, ik ben heel blij dat ik dit niet met die kolenbedrijven heb hoeven overleggen. Dat ik zelf kan besluiten om die wet in te trekken. Het wetsvoorstel is eind vorig jaar door de Kamer aangenomen. En de methodiek die daarin zit bepaalt dat de actuele gasprijzen een deel van de compensatie bepalen. Daarom, hè, met de huidige hoge energieprijzen, is die compensatie ook zo fors uitgevallen. Maar ook deze kolenbedrijven hebben de afgelopen tijd aangegeven dat zij, net als in de buurlanden, bereid zijn om meer productie op zich te nemen als ze daarmee kunnen helpen om gasvrij te spelen. Dus ik ga ervan uit dat zij met deze intrekking ook in actie zullen komen. Oké. En dan nog één vraag. Er is altijd veel speculatie over hoe afhankelijk we nu zijn van Russisch gas, omdat een deel via Rusland komt. Wat is nu uw beeld daarvan na de afgelopen dagen? Nou, voor Nederland geldt dat we door de forse energiebesparing, maar ook door de extra import die we binnenkort in Eemshaven kunnen realiseren, eigenlijk statistisch onze Russische invloed als Nederland al hebben vervangen. Maar ik ben de afgelopen dagen en weken ook veel op werkbezoek geweest in de buurlanden. Daar zie je dat zij met afhankelijkheden nog zitten van 50-80%. En dat gaat dan niet alleen over het nu vullen van de gasopslagen, maar ook echt het dagdagelijks gebruik dat daar plaatsvindt. Dus die Europese afhankelijkheid is nog steeds zeer fors. En omdat we willen voorkomen dat we in zo'n crisisfase vanuit solidariteit hier in Nederland allerlei paniekmaatregelen moeten nemen, neem ik nu liever preventief een aantal maatregelen zoals vandaag zijn aangekondigd. En Poetin heeft zich dus vrij onbetrouwbaar getoond als gasleverancier afgelopen week. Is het niet tijd om te zeggen, als u zo onbetrouwbaar bent, dan stoppen we er nu ook maar helemaal mee?
Ja, dit is wel een hele terechte vraag naar het duivels dilemma, waar ik ook met de Kamer al veel over heb gesproken. Hè. Die Russische agressie in Oekraïne, daar wil je eigenlijk geen enkele Europese euro meer in terugzien. Dus het allerliefst zou je vandaag stoppen met alle import uit Rusland. Maar als we dat zouden doen, zouden we sowieso niet de gasopslagen gevuld krijgen voor aankomende winter. Dus we hebben daarom voor de stap-voor-stap aanpak gekozen. Een verbod op kolen per augustus, verbod op Russische olie per december. En zo snel mogelijk stoppen met Russisch gas. En die afbouw van het Russisch gas is vandaag weer fors versneld. Meneer Jette, de kolencentrales kunnen nu weer tot 2024 doordraaien. Is het toch mogelijk, zodra het niet meer nodig is, om de centrales weer eerder te gaan sluiten? Of is het nu echt een feit dat zij tot eind 2024 kunnen blijven stoken? De wet op de productiebeperking had helaas geen knop waarin ik regelmatig het percentage kon aanpassen. Dus de wet staat aan of de wet staat uit en hij staat dus vanaf vandaag uit. Daarbij geldt wel dat we uiterlijk in 2030 een totaalverbod op kolenproductie in Nederland hebben. En het is ook aan die bedrijven om de komende jaren aan te tonen hoe ze dus richting 2030 helemaal gaan stoppen. Ja, de wet die wordt er dus op aangepast. Komt in die aangepaste wet ook een draaiknop, zodat die een beetje wel of een beetje niet aan of uit kan? Of zal het dan weer een aan of uitwet worden? Nee, dus de 2030-wet die is al in werking. Dus daar hoef ik niks meer aan te veranderen. Kolenproductie is per 2030 verboden. En de tijdelijke wet voor de productiebeperking tot 35%, die trek ik nu in. Die komt ook niet meer terug. En dat is ook omdat ik die hoge nadeelcompensatie, die discussie niet meer wil. Ik ga dat geld liever inzetten voor andere structurele klimaatmaatregelen. Ja, en de extra uitstoot die dit gaat opleveren, gaat dat volledig gecompenseerd worden? Kunt u dat toezeggen? Daar ga ik me in ieder geval voor inspannen. Want stel als de kolencentrales volledig zouden draaien de komende 2,5 jaar, dan kan dat opgeteld 10 extra megatonnen opleveren. We zien natuurlijk ondertussen veel gasbesparing en andere ontwikkelingen, waardoor de totale uitstoot ook zakt. Dus ik zal met het PBL bekijken hoeveel netto uitstoot er uiteindelijk is van die kolencentrales. En die netto uitstoot ga ik compenseren in de periode tot 2030. Ja, en wat voor maatregelen kunnen we aan denken dan? Daar zijn de afgelopen jaren natuurlijk al allerlei suggesties gedaan voor maatregelen. Maar daar ga ik ook nu eerst met collega's in het kabinet over doordenken de komende tijd. En dan hoort je van mij bij Prinsjesdag welke maatregelen dat zijn. Nog even over de gasbedrijven. Gaat dit voor hen nou verliezen opleveren? Of worden ze daarmee gecompenseerd met die subsidieregeling? Hoe moet ik dat zien? De verwachting is eigenlijk dat die gascentrales ook nu door marktprikkels stoppen. Omdat energie uit wind en zon sowieso veruit het goedkoopste is. En nu met deze gasprijzen kolenproductie ook goedkoper is dan gascentrales. Dus je zult zien dat de markt hier wel zijn werk zal doen. Waar dat op andere terreinen in de energiemarkt nu veel minder het geval is. Kijk ik nog even de zaal in. Of er nog vragen zijn. Ik zie nu.nl nog. Ik heb nog één vraag over Groningen. U zei dat is echt in het allerlaatste redmiddel. Ja. Dan moet de veiligheid van andere Nederlanders ook in het geding zijn. Zit daarvoor dan op de ladder ook de stap om wel sectoren af te sluiten of af te schakelen? Formeel zit erin dat in het beschermen en herstelplan gas zit er een stap. De heer Jette zei dat net al, waarin A is er een stap waarin je bedrijven kunt stimuleren om minder te gebruiken met zo'n tender. Er zit een stap in waar je ook bedrijven kunt afsluiten. Ja, dat klopt. Dat kan. Dus dat is eerst de hele ladder af voordat Groningen dus echt... Nou, dat is in ieder geval de volgorde die er is in dat beschermen en herstel van gas. Maar dat betekent niet dat dit helemaal wordt afgezet voordat Groningen in beeld komt? Of? Nou ja, dat als we zeggen dat is het laatste middel... Dan eerst zeg de hele ladder. Dat je eerst andere dingen hebt gedaan. Oké, okay, duidelijk. Verder nog? Dan kunnen we afronden. Dank jullie wel. Gaan we nu over op één op eentjes. Ik denk dat tegelijkertijd kan met de minister en de staatssecretaris een stukje uit elkaar. En dan beginnen we nog even met Jan nog wil. Ja, dan beginnen we. Geef jij de snijden?